De hoefsmid was vandaag op stal, dus we hebben voor jullie gefilmd hoe hij Barry's hoeven heeft gedaan. Tijdens het bekappen van Barry's hoeven heeft de hoefsmid veel uitgelegd. Dus het is super interessant om even te blijven kijken. Tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't. Die middelste straalgroeven zijn heel belangrijk om uit te snijden. Daar begint de meeste rotstraal. Rotstraal is een soort smetting, zeg maar, in de voeten. Maar die straal groeit en alles groeit. Blijft hij allemaal troep in zitten. En als je dit niet uitsnijdt, dan wordt dit week en het begint te bewegen. En dan krijg je een hele diepe gleuf en dan kan een paard kreupel worden. Dus als de hoefsmid zegt van je moet de voet uitkrabben, dan is dat mede daarom ook. Maar dit ziet er gewoon allemaal goed uit. Belangrijk is dat het paard zelf op zijn benen gaat staan. Het is ook belangrijk dat je het paard niet gaat tillen. Nee. Als het paard wil gaan hangen, nou, dan laat ik hem gewoon. Maar ik heb het paard gewoon los. Het paard moet gewoon leren, maar je moet het beeld niet te ver naar buiten trekken, niet te ver naar binnen. En het paard moet zijn balans wel kunnen houden. Als het paard niet goed staat, nu staat hij mooi vierkant. Dan kan het paard ook beter staan. Kijk, ja. Als jij je paard... Als je je voet neerzet, en het paard staat gewoon zo, en je vraagt gewoon netjes aan hem van nou, hallo voetje. Dan tilt hij hem zelf op, hoef je hem alleen maar naar achteren te doen. En dan gewoon om te gaan staan. En dan kan het paard ook zelf bekijken hoe hij gaat staan. Someone, oh, I never had nobody and no road home. I want to be somebody to someone. We moeten gaan kijken of het ijs ook in de midden zit. En wat voor maat er om de hoek. Just for your view, I'll make the starlight cycle the room.
loopt gewoon minder makkelijk zonder ijzers. Ja. Kijk, omdat ze wel manegelessen moeten lopen, is wel belangrijk dat de paarden blijven lopen. Achter heeft vaak minder belasting dan voor. Wel voor dit paard. Als een paard die hoog in de sport loopt, die wordt meer op de achterhand gereden, die heeft ook achter meer belasting. Dus dan wordt het wel weer belangrijker dat achter ijzers onderkomen. Ja. Om hem maximaal te laten presteren. We willen natuurlijk allemaal onze sport en hobby beoefenen in een veilige en schone omgeving. En daarom zijn er een aantal dingetjes waar we met z'n allen een beetje rekening mee kunnen houden. En we gaan het jullie even laten zien. Als je tijdens het rijden een zweepje gebruikt, let er dan op dat je deze na afloop ook even weer opbergt op de plek waar die hoort. Nou, we hebben hier een buis hangen en daar kan je heel makkelijk je zweepje in stoppen. En dan weet iedereen ze te vinden. Vergeet ook niet om na het poetsen de borstels weer schoon te maken en de haren eruit te halen. En die haren gooi je dan weg in de prullenbak. En als je dan daar klaar mee bent, dan kunnen ze weer terug in de bak. Vergeet niet om na het rijden ook even de bak te checken of je paard niet heeft gemest. En als je paard gemest heeft, ruim het dan ook even weer netjes op. Je moet niet alleen goed voor je paarden en pony's zorgen, maar ook voor het materiaal. Daarom spoelen wij na het rijden altijd een bit af. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende vlog.